Ja, goedemiddag lieve vrienden. Mag ik er even door, man? Dankjewel. Ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En zoals gewoonlijk vergeet ik weer dat klepje omhoog te doen. Dus bij deze doen we dat even zo. Zitten we er weer gekleurd erop? Ja, toch? En het is vandaag zondag 26 augustus. Gisteren was mijn man alweer anderhalf jaar geleden weg van mij. Dus ja, zit je toch een beetje in een dip. Ik heb het niet laten merken, niet laten blijken. Maar nog hoor, ja. Ik heb eigenlijk nog een hoop te doen. Je ziet me denk ik niet, het is donker zo. Zo ga ik zo zitten, ja toch. Hoe vreemd is dat? Als ik het licht achter me laat schijnen, dan ben ik zwart. En heb ik spul achter me, dan ben ik licht. Dat vat ik weer niet. Maar ja, oké. Ik heb eigenlijk nog een hoop te doen. Ik moet een nieuw programma eigenlijk leren. En ik moet de vaatwas leeg halen en vullen. En ja, ik moet mijn lunch nog klaarmaken. Ik ben niet naar de kerk geweest. Ik zou er wel uit. Ik word ook op tijd wakker. Maar ik was nog zo moe. En nog. Ik ben maar moe. Hebben jullie dat ook? Ik zal het weer aan het weer leggen. Anders weet ik het ook niet. Nou, een bakje koffie erbij. Ja, dan moet je wel koffie in. Kijk, dat bedoel ik. Ik doe er geen koffie bij. Wat? Dom, hè? Ga weg. Enkel het heet water. Ja, gaat goed, hè? Of niet, Dom? Ja, miauw. Ik ben met mijn koffie bezig. Ja, met onze vrienden. Ja. Kijk maar. Of had jij ook wat te zeggen? Oh, is dat zo? Hè? Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed. Zo, nog verder de koffie. Zo, dan is dat tenminste klaar. En kijk eens, allemaal tomaatjes. Allemaal goed. Ja, een paar lichten erbij, maar ach, kan de pret niet drukken. Daar liggen er ook nog twee, die zijn ook al aardig bijgekleurd. Die haalde ik gisteren binnen en die waren nog geel. Nou, ze zijn nou toch al aardig rood, dus die doe ik er ook bij. Voilà. Dat komt allemaal goed. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ook al is het vreemd, raar, gek weer. Bewolkt, zon, van alles en nog wat. Ja. Ik ga verder met mijn eten en de troep opruimen. En jij hebt eten van gisteren nog. Dus je bekijkt het voor vandaag maar. Een half plakje worst krijg je er straks bij. Ja. Maar in ieder geval, oké. Okay. Ik krijg de rest ook hoor. Ik krijg ook een half plakje worst. Ja, zeker. Maar in ieder geval, ik ga aan het werk en ik zie wel hoe mijn dag zal verlopen. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En abonneer je vooral op Corina Luisterburg de Jong, zo heet mijn kanaal. Maar ik denk dat ik het toch ga veranderen in Corina en de Beestenboel. Want ik doe toch ook mijn beesten. Niet alleen om mijn beesten, maar ik ga er ook op uit. Ik doe gezellige dingen. Chrissy erbij. Ja, nou, ik noem mij gewoon Corina en de Beestenboel. Vind ik wel zo leuk. Ja, dat is mijn gezinnetje. Verder heb ik niks qua gezin. Nee. Niet hier. Ik heb wel mijn normale kinderen, maar dit zijn mijn poesjebeestjes en mijn hondje. Het zijn niet mijn kinderen, het zijn mijn huisdieren. Maar ik ben er net zo gek mee. Ja. Nou, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Is het zo lekker dan? Oh, wat die dikke bijna bakje leeg. Oei, oei, oei. Voortreffelijk. En ons prinsesje zit ook nog te eten. Ja,
En de andere twee hebben het al op. Maar dus, ja, gaat goed. Hé, kerel? Ja. En dan moet ik natuurlijk zelf nog gaan eten. En ook dat zal wel goed komen. Ik heb, weet ik veel. Ik had wat uit de vriezer gehaald. Dat is twee plakken van dit. Wat heet, weet ik niet. Kipburger, geloof ik. Maar merk me wel als we het op gaan eten. Ik moet er nog groenten bij zien te toveren. Weet ik nog niet wat. Ik heb de kast vol staan, daar niet van. Ik heb het in de vriezer nog leggen, maar dan moet ik koken. Het is al laat. Ja, want het is al eventjes zien op de pc. Dat is de juiste tijd. Eventjes daar naartoe rollen. 19:26. Ja, ik ben laat. Het regent hoor. Weet je het zeker dat je eruit wil? Moet even om mijn staart denken hier. Denk aan, het regent. Nou, veel succes. Toch? Ja, veel succes zeg ik dan maar. Ja, die is ook bijna klaar met het bordje. Dus ja, dan gaat het allemaal goed komen. Moet weer om mijn staart denken. En zo. En dan zal ik even in de kast kijken. Ik zal mijn stok even meenemen. Dan kan ik lopen. Maar ik neem jullie niet mee. Nee, doe ik niet. Ik zet jullie even neer. In de keuken. Want ik heb toch mijn andere hand ook weer nodig. Om wat te toveren. Zo. Ik hoop dat het allemaal wil. Zo. Nou, dat kan toch, dacht ik zo. Ja. Nou, ik ga even naar de kast. Persiebootjes gaan we nemen. Ook lekker. Ik moet het schap. En dan kan die deur weer open. Ik kan de andere twee wel gaan open. Top. Ja hoor. Kan allemaal. Dat nog. Zo. Nou. Oh, hartstikke graag. Nou. Hij is dat graag. En dan moet ik mijn schort omdoen. Tjuk. Ja, ik wil ook een uitje. Erbij. Kom nou, dat is één. Ik wil een uitje. Lekker twee uitjes, sippeltjes zeg ik altijd. Het zijn sippeltjes. Dus een ui is een sippel. Dat is in het Fries. Dan weten jullie dat ook even. Schort dan. Hoppa. Zo, moet ik nog buiten toe. Ook niet leuk. Maar ja. Helemaal weer veranderd. Zo. Ik ga even
naar buiten, ja? Dan weten jullie dat. Lieve vrienden, daar ben we weer. Even stok opruimen. Mag ik erbij? Dank je. Zo, handen wasje. Zo. Hoppla. Zo. Ook weer klaar. Ja, ja. Pan voor dat. Oké. Okay. Ook eerst even bakken. Zo. Die kan gelijk ook opgeruimd worden. Die kan er zo in. Zo. En dan ga ik eerst omhoog. Ja, dan kan hij met zo'n trippelstoel. Kun je omhoog en je kunt naar beneden. Gezellig. Ik geloof dat ik een lichtje aan doe. Ja, één licht. Ja, of jullie. Ik ga eerst vleesje braven, want het moet daarin. Hup, jullie op naar de kant. Die dan moet daar of nee, ik zie dat shit. Oh ja, ik pak er wel wat bij, want ik moet ook iets doen. Zo. Die kan aan. En dan gaan we weer verder. Ik pak even een bordje. Zo. En dan kipper ik daar het vlees even op. Want het zakje is drijft door nat. Ja. Zo'n apparaat. En ik heb er nog eentje, maar die is kleiner. En met die twee werk ik. En die kleine is ook heel ideaal. Die heb ik ooit als kerst of Sinterklaas cadeautje gekregen van mijn mannetje. En dus ja, ideaal. Ik ben er nog steeds blij mee, want ik gebruik het. Als ik vlees bak, braad, bijna dagelijks, ja. Nou, dan gaan we even uitje schoonmaken. Ja, ik wil het ook al aardig vol. Doe het goed. Maar ja, maakt niet uit. Wat is er met je neus erbij? Die slotkoker. Maar dan... Wat moet je erbij?
Oh, er ook bij je nog zo. Hola. Je lust toch geen ui. Krijg ik een traantje van in je ogen. Ja, toch? Of niet dan? Krijg ik een traantje van in de ogen, hoor. Ik doe het hier wel. Soms wil het in één keer eraf die schillen en de andere keer de hele moeite mee. Ook zoiets. Maar ja, goed maar. Komt er wel af. Een hoop mensen die maken hun uien verkeerd klaar. Dus oh, daar gaat het schil in de grond op. Ja, kom. Ja, ze ademen met hun neus in. Moeten ze niet doen. Nee. Het is helemaal verkeerd. Je moet door je mond ademhalen. Door je neus uitademen als je uien dat schoon gaat maken. En daarbij, je moet het niet onder je gezicht houden, maar van je af. Ook wanneer je gaat snijden. Wow, wow, wow. Dus zo druk aan het praten, kan je nagaan. Vergeet mijn vet. Nou, maakt niet uit. Ik zet het heel even op een andere pit die niet aan is. Ga je gelijk om. Linker of flinker? Mijn link oorfluit. Goed zo, gaat goed met mij. Maar in ieder geval, dan ga je dus van afzitten. En ik zal jullie zo meteen nog wat laten zien. Ik doe het nou even. Ik heb ooit bij Blokker zo'n dingetje gekocht. Kun je gewoon aan de muur hangen. Hier heb je zo'n dingetje over een schroefje doen. Dat kun je eruit halen. Dat is roestige staal of zo. Doe je er weer in. En daar was je je handen mee. Dan gaat de geur van de ui gaat eraf. Ideaal. Voor iedereen aan te bevelen. Enkel, ik weet niet of Blokker het nog heeft. Maar dan, dat merken jullie wel en dat kunnen jullie ook vragen. Zo, dat weer even opzetten. Even weer verhogen. Even weer draaien. Zo. En met de schipel. Zo. Ik weet niet wat ik heb, maar alleen de oor die flaat er dan even plat. Wie heeft het er over mij? Ik zou het niet weten. Zo, die kunnen we aan de kant. Die kan er weer op. Even kijken, zo. Bedap. Dan gaan we hier weer naartoe. Zo. En als dat klaar is, kan dat in de suppan. Dan ga ik de uitjes eventjes snijden. Hup, warme truc. Gebruik dit mesje altijd voor. Het was ooit een tomatenmesje. Als je dat puntje hier ziet, gaat er nog eentje eraan. Ja, die is er ooit afgebroken. Maar ik gebruik hem overal voor. Zo diepvries doorsnijden. Ja. Nou, dan gaan we even de uitjes wassen. Even koud. Zo. Zo. Nou, dan
Eerst doormidden. Ik zal het laten zien trouwens. Als dat lukken wil allemaal. En dat vleesje. Even buigen. En nou zien jullie dat tenminste. Ik zie tenminste zelf mijn uien leggen. In het schermpje. Ideaal, dat schermpje, want je ziet wat je doet. Ja, ik snij niet voor een kop hoor. Een 4-sterren kop, want dat kan ik niet. Ik snij op mijn manier. En of het langzaam gaat of niet, dat boeit me niet. Zo, dat is één. Dan weer met een vleesje toe. Hop. Nou, dat aan de kant. En dan is het. Hup. Hup. Nou, weer hier naartoe. En voor 3. Ja, vleesje kan in de super. Vleesje klaar. Hoppla. Nou, draaien. Zo. Nou, dan pak ik ook de currypoeder er even bij. Ik heb een mand vol met kruiden. Nou, paprika en curry. Hop. Peper heb ik geen zin in. Ik zet even die pan eraf, anders brandt het vet aan. En dat moet ook weer niet. Zo, volgend uitje even snijden. Op dezelfde laken en pak. En dus gaat allemaal goed komen. En dus, en dan kan ik straks een lekker hapje doen. Nou, jullie zien dus hoe ik dat doe. En ik zal jullie straks het resultaat wel even laten zien. Kom op. Zo. Nou, die snij ik gewoon door het midden. Dat wordt gezegend. Zo, pannetje weer terug. En dan gaat de ui erin. Hop, hop. Zo. Hop, hop, hop. Ik ga daarin. Nou, dan laat ik jullie even weer zien natuurlijk. Ik heb het er nou in gedaan, zoals jullie zien. Ik ga er wat currypoeder en paprikapoeder er doorheen hannissen. En even omroeren. En dat doe ik zo meteen de spersiebootjes er doorheen. Of andersom, ik gooi het in de pan, de spersiebootjes en dat er doorheen. Het maakt niks uit, dat de pannetjes wat groter natuurlijk. Deze, en dan kan het makkelijker doorheen. Dus komt allemaal goed, ik zal jullie straks laten zien. Dus tot straks! En zo ziet het er nou uit. Wat heb ik gedaan? Nou, een sippeltje gebakken, zoals jullie dat weten. Met currypoeder en paprikapoeder. Toen heb ik de spersiebonen in de pan, tenminste eerst afgegoten, in de pan gedaan. Daar de sippeltjes bij, de gebakken sippeltjes. Toen ben ik naar de koelkast gegaan. Daar had ik nog een flesje knoflooksaus, het laatste. En dat heb ik er doorheen gedaan. En het stukje vlees. En dan gaan we lekker ervan zitten te smikkelen. Zo zeggen, lieve vrienden, tot morgen. Tot aan de andere kant van de nacht. En een fijne avond alsnog. Ja, tot later. Doei, doei.